Helemaal, vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie en ditmaal is de shoplog van Lovies. En aan het einde van de video geef ik ook nog 100 euro shoptegoed weg. Dus blijf kijken als je benieuwd bent naar de winactie. Allereerst bestelde ik dit mooie lenteachtige zomerse topje in een lichtroze kleur. Een beetje een warme lichtroze kleur. En ik hou heel erg van dit soort blousjes. Hij is van chiffon en ik vind het heel erg leuk dat er hier aan de voorkant van die rafeltjes zitten. Wat de top net wat meer bijzonder maakt. En wat ik ook een heel leuk detail vind is dat het knoopje niet achterop zit zoals je dat vaak ziet. Maar juist voorop. Dus hier zit een klein gouden knoopje waarmee je de top kunt sluiten. En dat betekent dat er ook aan de voorkant een heel klein beetje een splitje zit. Wat het topje net wat spannender maakt. Hij heeft een mooie lengte. Je kunt hem een beetje in je broek stoppen of gewoon losjes laten hangen. Maar net wat jij wil. Het is heel makkelijk te combineren vind ik. En een hele frisse zomerse lenteachtige kleur. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ook bestelde ik zo'n soort gelijke top slash blouse in het zwart. En ik weet niet. Ze zeggen altijd dat je geen zwart moet dragen als het weer mooi weer is. Maar ik hou gewoon heel erg van zwart. Het is ook weer zo'n mouwloos model en ongeveer dezelfde lengte. De achterkant is wat langer dan de voorkant, wat ik altijd heel erg leuk vind staan. Hij heeft een mooie V-hals, waardoor het topje net wat volwassener oogt. Met een jasje zal het ook meteen heel netjes staan. Maar je kunt hem natuurlijk ook heel nonchalant dragen met bijvoorbeeld een spijkerjasje eroverheen of iets anders. En dan bestelde ik ook nog een aantal sieraden, want ik vind de sieraden van Lovies eigenlijk nog leuker dan de kleding. En, want ze hebben altijd van die hele... Ja, gewoon bijzondere sieraden die je niet bijvoorbeeld ziet bij H&M of bij andere winkels die je veel tegenkomt. Maar ja, gewoon net even wat specialer. Allereerst bestelde ik deze armband die van die touwtjes heeft waarmee je hem strakker of juist ruimer kunt maken. En de armband bestaat eigenlijk uit meerdere delen. De bovenste laag is bruin met van die studs erop. De tweede laag is een beetje zo'n koeienvachtje, maar het is natuurlijk niet echt. En daaronder zit een soort van gevlochten patroontje met een gouden glitterdraad en wat roze. En ja, alle kleuren zijn gewoon heel goed op elkaar afgestemd. En je ziet overal dat gouden weer in terugkomen. En als extra zit hier nog een roze steentje en een veertje en nog een extra kraaltje. En zelfs de touwtjes zijn mooi afgewerkt met gouden kralen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ook bestelde ik dit horloge en ik ben hier echt helemaal verliefd op. Het is een rosé-gouden horloge. Super mooie kleur vind ik dat. Ik draag heel graag rosé-gouden sieraden. Hij is eigenlijk heel erg simpel. Er zitten verder geen bling bling of special effects of wat dan ook op. Maar dat vind ik juist wel mooi. Want het is een heel klassiek tijdloos horloge vind ik zelf. Ik vind het heel erg leuk dat de band niet van leer is of van die siliconenachtige dingen. Maar het is juist van metaal en dat past gewoon heel goed bij het klokje zelf. En er zitten genoeg gaatjes in waardoor die ook bij mijn smalle polsen heel goed aansluit. Ik ben hier gewoon echt super tevreden over en ik draag hem heel graag sinds ik hem heb. En dan heb ik tot slot nog dit schattige armbandje. En deze is heel fijn, heel subtiel en klein. Maar toch ook weer bijzonder. Want er hangen een aantal sterretjes aan. Kraaltjes, weer van diezelfde roze steentjes als die ook hierop zit. En ik vind het gewoon een heel schattig armbandje wat net je outfit even iets meer bijzonder maakt. En dat gevlochten wat hierin zit in deze dikkere armband, daar bestaat ook dit armbandje uit. Ook weer met zo'n mooie gouden glitterdraad. En roze en paars en lichtroze. Echt hele typische lente zomerkleuren. Ook een beetje turquoise zit er in het armbandje en gouden details. En ik vind het trouwens ook heel erg fijn dat er een gewone sluiting aan zit. En dat je hem dus ook kunt verstellen in plaats van dat je hem vast moet knopen. En dat vind ik altijd zo'n gedoe en dat wordt snel viezig en zo. Dus ook met de sluiting ben ik heel tevreden. Ik mocht voor 100 euro items uitzoeken bij Lovies. En nu komt het deel van de winactie. Want nu mag een van jullie voor 100 euro items uitzoeken bij Lovies. Dus je kunt 100 euro shoptegoed winnen. En de winactie vindt plaats op Instagram. Dus je moet even naar mijn Instagram gaan. LotteLoves_. En op de foto van de winactie staat precies wat je moet doen. En het is helemaal niet moeilijk. Je hebt eigenlijk alleen Instagram ervoor nodig. En ik hoop dat jullie het leuk vinden en dat jullie allemaal mee gaan doen met de winactie. En dat jullie deze shoplog leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!